Goedenavond, welkom op deze mooie donderdagavond. Wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers. Ik ben vanaf 2016 met dit mooie project gestart. En vanaf juni 2020 ben ik spreker voor Nederland en ook een van de contactpersonen. Ik ben inmiddels topexpert en ik hoop jullie op de juiste manier te kunnen gaan informeren. We weten allemaal dat het op de aarde niet zo goed gaat qua milieu. Of het nu om olie gaat, de lucht, uitstoot of wat dan ook. Het is allemaal eigenlijk een probleem. En er is bijna geen oplossing voor. Maar wij kennen iemand, zoals jullie weten, die daar een oplossing voor heeft. En dat is om het vervoer naar het tweede niveau te brengen. Dat wil zeggen niet op de grond, geen harde wegen op de grond. De grond die kan gewoon intact blijven hoe hij altijd is geweest. En dieren kunnen leven, mensen kunnen recreëren, alles kan. Er is minder grond nodig, ook minder vervuiling en minder grondstoffen. Daardoor is het milieuvriendelijker. En die man die dat allemaal heeft bedacht is Anatoly Jelinski. Hij is er al 40 jaar mee bezig. En linksonder ziet u het eerste plaatje van zijn vrachtauto die hij destijds testte of dat hij ging om het in de hoogte te brengen. En het is gelukt. In die tijd heeft hij heel veel wetenschappelijke publicaties daarover gepubliceerd, maar hij heeft ook monografieën, uitvindingen gedaan en van allerhande dingen heeft hij gedaan wat allemaal hiermee te maken heeft en is heel veel daarvoor onderscheiden. En wij hebben het geluk dat wij dit mogen brengen, dit mogen vertellen voor wat deze man allemaal gedaan heeft. Wie is hij? Wie is hij precies? Een heel bekend man, een heel geleerd man. En als je dat ziet links in het midden, dan zie je de modellen die hij vanaf het begin, die vrachtauto die naar het tweede niveau ging, en deze wagens ongeveer ruim 40 jaar later, dat er een hele transitie heeft plaatsgevonden. Hier ben ik geweest. Dit is in het park in Belarus. En daar heeft hij zijn eerste traject gebouwd. Maar nu inmiddels zit hij ook in heel warm klimaat in de Verenigde Arabische Emiraten. En van daaruit gaat dit project de wereld over. Het is milieuvriendelijk, het is zuinig, is licht in gewicht, kwalitatief geweldig. Maar er is meer. Als je kijkt rechtsonder in dit rondje, dan zie je het transport. Het U-transport. Maar rechtsboven zie je de Uterra, de biosferische landbouw. Daar heb ik op het eind ook nog even iets over te vertellen. Linksboven de energie en linksonder de lineaire cities. Alles wordt er ontwikkeld op allerlei gebied. We houden het nu vooral bij het transportgedeelte en een heel klein beetje van de andere dingen. Maar ik moet binnen een uur dit verhaal verteld hebben, dus ik mag er niet te lang bij stil blijven staan. Maar als het over het vervoer, als je dat bekijkt, dan zie je hier de transportmiddelen voor passagiers. En hierna zie je in het midden voor de industrie. Containers, maar ook ander soorten vervoer. Voor allerlei verschillende manieren van vervoer is er iets ontwikkeld. Dat is heel geweldig. En nou zeggen wel mensen, ja, maar het bestaat al lang. Hallo, maar dat is niet zo. Het bestaat wel, er is vervoer op het tweede niveau, maar niet zoals Anatoly Jelinski het heeft ontwikkeld. Want het vervoer wat er nu is, zoals in Duitsland en in China, dat zijn wel wagons, tramwagons, die op het tweede niveau rijden, maar die stoten nog evenveel milieuvervuilende stoffen uit als dat die gewoon op de weg reed. Dus alleen het fileprobleem zal iets meer opgelost zijn, maar de vervuiling is gewoon slecht. En dat is ook met de kabelbanen. In de sneeuwgebieden kennen we het allemaal, de kabelbanen. Maar die gaan heel langzaam en die gaan van A naar B en die worden voortgetrokken door een kabel. Die gaan nooit geen snelheid ontwikkelen. Dus het is toch weer anders als wat wij hebben. Er zijn door Anatoly Jelinski drie verschillende spoorstructuren ontwikkeld. De bovenste is een spoorstructuur met doorhangenbekabelingen en de middelste is een stijve spoorstructuur en daaronder is de dubbele stijve spoorstructuur. Elk heeft zijn eigen taken. Als je naar rechtsonder kijkt met de kleine plaatje, dan zie je de bril erop. De doorhangende flexibele spoorstructuur die is maar zo smal, maar verschrikkelijk sterk. En linksonder
dan zie je de stijve spoorstructuur. En die wordt gebruikt voor het enkel- en dubbelspoor. En dan zie je dat er bekabeling in zit. Getwiste snaren zitten erin. En zo moet je een beetje bekijken als in een gitaar in het klein. Heb je ook onder spanning gezette snaren. Dit is gewoon in het groot. En die snaren zitten in een polymeeroplossing. En dat voorkomt roestvorming. Dat is heel belangrijk om dat te weten. En die kunnen zeer zwaar transport vervoeren. Hier zie je ook de bovenste twee plaatjes dat je staal op staal wrijving hebt. Het is geen rubberen banden om de wielen, maar staal op staal wrijving. En dat verbruikt veel minder energie. En het is ook veel beter bestand tegen zware weersomstandigheden. Rechts zie je nog een beetje uitvergroot wat ik daarnet al vertelde van de polymeeroplossing en de bekabeling die erin zit. En de onderste twee plaatjes, dat is vooral heel belangrijk, dat is het ontsporingssysteem. Dat zorgt ervoor dat de wagon nooit uit de rails kan gaan. En dat zie je in die oranje rondjes links het plaatje. Dan zit het ontsporingssysteem, zorgt ervoor dat de wielen er bovenop altijd op zijn plek blijven. Maar er is meer. Het energieverbruik. Als je kijkt bij een auto, dan heb je achter de auto een werveling. En die houdt de snelheid van de auto tegen. En ook voor de auto botst wind er wat tegenaan, zorgt ook voor wat snelheidvermindering. Rechts, de U-fles, die is getest in de windtunnel en die wordt totaal niet beïnvloed door dergelijke wervelstormen. Dat is gewoon heel erg fijn. Wat kunnen we hiermee bereiken? Natuurlijk, wat ik daarnet zei, een beter leefmilieu voor dieren. Het versnellen van het transport, oplossen van de files en alles is geïnspireerd en georiënteerd op de groene energie. Inmiddels is er ook een opleidingscentrum bij allebei de testparken waar leerlingen van de universiteit worden opgeleid. En inmiddels zijn er ook studenten afgestudeerd. En als je rechts kijkt op het plaatje, dat is in de Verenigde Arabische Emiraten, daar zie je studenten die hier les krijgen hoe het allemaal werkt. Ik ben hier zelf ook geweest, zul je straks ook zien op een foto, dat wij hier ook bij die bekabeling staan in het houten ecohuis. Maar alvorens de markt betreden moet worden, moet elk voertuig getest worden. En ze hebben daar documenten, krijgen ze telkens voor. En deze documenten bevestigen dat ze de test hebben doorstaan. En het doel daarvan is, van die testen, die worden alles wat gecontroleerd wordt, is om te kijken naar de analyse van de stijfheid en de flexibele spoorstructuur en wat dat doet onder de transportbelasting. Maar het is afhankelijk van temperatuur. En het is daardoor ook wat de krachten berekend voor het spanningsbereik, maar ook voor de duurzaamheid van de flexibele rail. En dat is gedaan in koud klimaat, maar ook voor de Unicar T, en die is voor de tropische versie in warm klimaat. Hier zie je een aantal van die certificeringen en onderscheidingen, maar ook patenten. En patenten, zal iedereen wel weten, dat is heel, heel belangrijk. En dit bedrijf heeft heel veel patenten. En er komen er nog veel meer bij. In 2019 is het bedrijf Al-Yuskai, werd toen met het Juninski stringtechnologie, werd hij een van de experts in het VM-programma voor duurzame ontwikkeling. En dat was Anatoly Yunitskiy, de laatste spreker van die dag. Dat wil zeggen, de belangrijkste spreker. En op 16 februari 2018 is hij al lid geworden van de International Association of Public Transport, de UITP. Wat is dat? Een groep van 1400 transportbedrijven over heel de wereld. En dat zijn meer dan 96 landen. Als je dan ziet hoeveel transportbedrijven er in een land zijn, en dat over alle landen van de wereld, en je bent dan één van die 1400, en je bent nog maar sinds kort bezig, anderen hebben al tientallen jaren of langer dat ze draaien, dan is dit een zeer unieke prestatie. Dit zijn de verschillende modellen. Links zie je alle modellen, de passagiersmodellen die tot 150 km per uur kunnen. Rechts, boven, dat is onze U-fles. Die kan een snelheid halen van 500 km per uur. En daaronder zie je de Unilight. En de Unilight, daaronder die twee zijn weer afgeleiden van de Unilight. Dat is een vereenvoudigde wagon die zeer licht is, veel passagiers kan bevoeren, makkelijk in productie is en die al voor landen op dit moment gemaakt wordt en besproken wordt. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En ook voor de industrie is er heel veel. En dan zie je de tweede van boven is de containervervoer. Het containervervoer zorgt ervoor dat ook containers door de lucht heen van A naar B kunnen.
Dat wil zeggen dat er heel veel vrachtauto's niet meer op de weg hoeven te rijden. Dat zal heel veel schelen voor de filevorming op de wegen. En daaronder zie je de transportband. En die is weer heel belangrijk voor uit winningsgebieden, om daar de ruwe materialen die naar boven gehaald worden op een transportband te laten vallen. En die gaan dan naar de fabriek toe en dan kunnen ze verder verwerkt worden. Voor alles is een oplossing. Hier zie je de transportband, wat dat kan. En dat zal ook zorgen dat het gevaar wat de heel veel vrachtwagenchauffeurs hebben, als ze door de gevaarlijke berghellingen rijden, om dan daarvan de weg af te vallen. Die zijn zo smal, die wegen. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Maar door dit systeem zal dat straks zeer verminderd worden tot nul. Nou zijn er twee prioriteitsrichtingen. Van de ene kant het personenvervoer met 25 zitplaatsen, dat zie je rechtsboven het plaatje. En daarnaast ook nog het hangend en staand transportvervoer voor de containers. En dan kan je Nitske Stringtechnologie kan in de spits 25.000 passagiers bereiken om te vervoeren en 100 miljoen ton vracht per jaar. Dan gaat het over bulk, stuks of vloeibaar. Zeer veel. Op kantoor zitten mensen die dit allemaal berekenen. Inmiddels zijn er meer dan 700 hooggekwalificeerde specialisten in dienst. Op dit moment werken er ook 86 ontwerpersbureaus en er zijn 36 gebouwen en voorzieningen. En er is meer dan 3000 stuks aan machines en apparatuur. Veel en veel meer als wat wij jullie allemaal kunnen vertellen. Het is al heel erg groot, veel groter als iedereen denkt. En de totale oppervlakte van kantoor- en productiefaciliteiten is meer dan 10.000 vierkante meter. En er is een 36 hectare groot demonstratie- en certificeringscentra. Maar u zult straks zien dat het park ook veel groter is nog. Hier is het park wat we in voor koud klimaat hebben. Als je dan erachterin kijkt, de vijver, moet je straks op het volgende plaatje maar eens kijken. Maar dit stuk grond aan de linkerkant hebben ze gekregen om daar het traject op te gaan. Het allereerste stuk grond waar ze het traject op konden gaan bouwen om te testen of dat het inderdaad levensvatbaar was voor de commerciële markt straks. En inmiddels weten we het. Hier was de tekening 2016, hoe ze het park wilden gaan bouwen. En je ziet al een klein beetje dat ze op het plaatje, het grote plaatje, begonnen zijn met het graven en de ontwikkelingen van. En als je dan kijkt in 2019, zag het er zo uit. In die paar jaar tijd is er dit gebouwd. En dan zeggen mensen ooit, ja, het duurt zo lang. Maar moet eens kijken wat hier staat. Hoeveel van die verschillende rails. Het moet allemaal gebouwd worden. Het moet allemaal getest worden, gecertificeerd worden. Dit is zo verschrikkelijk snel gegaan allemaal. Het is gewoon heel mooi. En als je van de andere kant kijkt, ga ik even nog terug. Als je de vijver bekijkt, naast de vijver, links naast de vijver, dat kunnen we nu niet zien, maar met het volgende plaatje, dan zie je vanaf die kant dat er een bungalowpark gebouwd is waar mensen op vakantie kunnen. Naast de vijvers waar mensen kunnen vissen, kun je ook in het bungalowpark op vakantie gaan. Er is vertier voor volwassenen, maar ook voor kinderen is er heel veel vertier. Er is ook een dierenpark en kan daar paardrijden. Er is van alles mogelijk als straks mensen daar op vakantie kunnen. Maar je kijkt vanaf hier dus weer naar het systeem, het park van het testpark, waar die wagons getest worden. En naast, tussen het park en de vijver, komt straks het eerste commerciële project, waar ik straks iets meer over zal vertellen. Maar dan zeggen mensen, ja, maar je zit daar hoog in de lucht. En als dat zo'n wagon stilvalt en je kunt er niet meer uit, hoe moet je naar beneden? Dat kan op vlakke terrein wel, maar dat kan niet dadelijk als je ergens in bergen zit. Nou, dat gaat dus wel, want kijk hier maar. Elke wagon, dat zie je op het plaatje rechtsonder, die hebben een koppeling, voor en achter. En een volgende vervoermiddel wat komt, of het nou een container is of een passagiersvoertuig, elk voertuig heeft een koppeling om aan te koppelen en zo'n voertuig naar het volgende station te brengen, waar men kan kijken wat er aan mankeert, maar ook waar de passagiers veilig uit kunnen stappen. Als we dan naar de Verenigde Arabische Emiraten gaan kijken, dan hebben we vooral op dit moment het over Dubai en Sharjah. Want de leiders in de Verenigde Arabische Emiraten, die hebben in april 2018 dit gezien. Dat was net na een beetje verveelde periode en toen zagen de Arabieren dit en die vonden het geweldig. En die zijn gaan praten en die wilden hier wel ook in voor warm klimaat een testcentrum voor warm klimaat, want zij hadden daar natuurlijk heel veel last van al die zandstormen en al die dingen meer.
En in september 2018 is hiervoor een handtekening gezet. Toen kon Anatol Jenitski gaan bouwen aan een park in warm klimaat. Dat is ook heel belangrijk. Hij moet over de wereld door warm en koud klimaat heen. Hij heeft een stuk grond gekregen en dat zie je hier rechtsonder op het plaatje. Dan zie je die auto staan, een paar mensen erbij. En dat is in het groot. Maar het middelste plaatje rechts, daar zie je de mensen staan. En die zijn hier de officiële opening aan het doen. Hoe geweldig is dat? Vanaf september 2018 is er in de Verenigde Arabische Emiraten ook een start gemaakt van de bouw van het project. Heel mooi. En het eerste project was klaar een jaar later, in 2019. Sorry. En toen hebben ze een lijn klaar van 400 meter met van het station achterin, wat je ziet, wat nog in aanbouw is. Was nog niet klaar, maar men ging al testen. Vanaf het station naar de eerste pilaar, 100 meter. Dan van pilaar naar pilaar is 200 meter. En dan weer 100 meter naar het andere station. Dat hebben ze toen gebouwd en zijn ze gaan testen. Want je moet van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, moeten er gewoon data beschikbaar zijn hoe het systeem zich houdt. En dan gaat het niet alleen over de wagon, maar ook over de bekabeling, over de pilaren, ook over de stations. Alles, echt alles moet getest worden. Dat is heel veel. Als je een auto maakt, zoals andere fabrikanten, waar je mee kunt vervoeren naar A en B, dan hoeft zo'n autofabrikant geen weg meer aan te leggen. Die hoeft je niet meer te testen of dat die wel goed is, hoe die gebouwd moet worden, wat er allemaal gedaan moet worden, hoe de weersomstandigheden zijn. Al die dingen is voor een autobouwer niet nodig. Dat moet hier ook. Als je er een beetje goed over nadenkt, dan kun je wel begrijpen hoeveel dat hier over nagedacht moet worden en hoe het gemaakt moet worden en hoeveel mensen hierbij betrokken zijn om dit goed te laten slagen. En het is gelukt. Hoe geweldig is dat? Hier zie je het, de foto's uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dan zie je onder het grote plaatje, dat is het station. Dan kun je in die stoelen zitten wachten tot in de glazen deur open gaat dat de wagon aangearriveerd is. Kun je instappen. Hier ben ik geweest, geweldig. En dan zie je rechtsboven, daar is de eerste foto van een traject van 2,5 kilometer, wat ze daar nog aan het bouwen waren. Inmiddels is het klaar en wordt daar getest, maar dat was nog in aanbouw. En ja, dat was een heel uniek moment toen we die foto kregen. En dan zie je verder links nog verschillende foto's wat daar in het park gebeurt en wat ze daar allemaal aan het ontwikkelen zijn. Hier zie je het ook nog een keer. Want er is ook een onderzoekscentrum in voor een productiecluster in het Emiraat Sharjah. Het gaat hier om een voorpost. Want de U-Sky Group of Companies die heeft bij het betreden van de markt in het Midden-Oosten en Azië, is dit heel belangrijk. Dat is allemaal warm klimaat daar en dan heb je het gewoon heel belangrijk hard nodig om die testen te gaan doen. Dat zodra als een project ergens gebouwd wordt, dat dan het alles goed is. Dat ze echt alles weten en dat er geen verrassingen meer komen. En dat heb je in die landen heel hard nodig. En de landen in het Midden-Oosten en Azië die staan in de rij om dit te gaan bouwen. En rechts zie je dan het ecohuis, want het is ook heel belangrijk. Het ecohuis, het middelste plaatje, dan zie je net de tuin aangelegd. En rechts zie je 2 jaar later hoe hard het geroerd is. En dat is ook heel belangrijk, want straks op het einde vertel ik ook nog van Uterra. Uterra, dat is een grondverbeteraar. En met die grondverbeteraar zal Anatol Jenitski straks ook op de markt komen. En dan kunnen wij dat allemaal ook aanschaffen om te kijken hoe het product werkt. En rechtsonder zie je de rotonde voor het ecohuis. En er kunnen bussen, er komen een hele grote rotonde. En er kunnen mensen uitstappen en in het houten ecohuis komen. Dan merk je, als je buiten bent, je komt uit de bus, dan komt de hitte je buiten tegemoet. En je loopt het ecohuis binnen en dan is het zo'n aangename temperatuur. Het is geen temperatuur van kunstmatige koude ontwikkeling. Nee, het is echt een natuurlijke ontwikkeling wat de biodiversiteit daar binnenin van alle planten die er groeien, die zorgen ervoor voor ja, lekker fijne klimaat en de temperatuur. In het houten huis heb ik dit ook gezien. Daar zie je dus die baan met de test in het klein om te laten zien hoe dat de voertuigen van A naar B gaan. Achterin zie je een torenflat, dan uit de torenflat kan een station zijn. Gaat een wagon van A naar B. Je kunt de stijve spoorstructuur hebben. Dat is onderin
wat je ziet bij de groene pijl, of je kunt een flexibele spoorstructuur hebben. En dat is de bovenste pijl bovenin, want daar is ook een wagon en dat is een flexibele spoorstructuur doorhangend. En dat wordt ook daar tentoongespreid, daar kunnen mensen ook kijken. Landen die interesse hebben, krijgen in dit houten ecohuis alle informatie die nodig is om in hun land verder te gaan kijken of ze trajecten kunnen maken om te bouwen. En inmiddels zijn ze daarmee bezig. En vooral belangrijk is ook, de Arabieren hebben dat ook in de Verenigde Arabische Emiraten. Die zijn verschrikkelijk trots dat het hun land is die het over de wereld verder mag verspreiden. En bovenin rechts dan zie je nog de bouw van het 2,5 kilometer traject, wat klaar is gekomen in januari 2023, dus dit jaar. Maar linksonder dan zie je de Arabieren en dan zie je daar die maquette. En de pijl bij die maquette, die geeft aan, daar staat is een traject ingebouwd. En dat zie je hier beter. Dan zie je daar het in de maquettes van de verschillende gebouwen en structuren die ze gaan bouwen, zie je ook het vervoer van Anatoly Yunitskiy ertussen. Toch geweldig. En hier zie je nog een aantal foto's van het bouwproces. En de bouwbedrijven die er aan het werk zijn, die heb ik hier ook bijgeschreven. Dat zijn zeer goed bouwbedrijven die precies weten hoe er gebouwd moet worden. Die weten alle ins en outs ervan. En dat het allemaal perfect gebouwd kan worden. Dat het gewoon goed is. Want heel belangrijk is het om dit allemaal goed te begeleiden. Linksonder zie je het controlecentrum. Men kan elke wagon kan men van binnen bekijken. Ook in de stations kan men kijken om alles goed te kunnen volgen. Dat is nu natuurlijk heel hard nodig voor alle testen. En rechtsboven, daar zie je mij en Earl staan. Wij kijken een wagon na. Mensen van onze groep die zaten in die wagon, die gingen van deze kant naar de andere kant. En wij waren nog niet aan de beurt. Dus wij wilden als laatste wachten. En dan konden we het mooi allemaal bekijken. En hier staan we toevallig op de foto. Geweldig. En dit is in de fabriekshal. Rechts zie je de U-flash die daar gebouwd wordt. En links zie je het laatste model, de afgeleide van het nieuwe vervoermiddel wat vandaag gelanceerd is, wat bekendgemaakt is. En ja, hier ging het op transport naar de Verenigde Arabische Emiraten om daar ook voor warm klimaat getest te worden. Maar voordat het allemaal in productie gebracht kan worden en in gebruik genomen kan worden, moet er natuurlijk gecertificeerd worden. En alles voldoet op dit moment aan de veiligheidsnormen voor het spoorconstructie. Het elektrische vervoer, maar ook de anker en tussensteunen, het rijdersstation, alles wat ik daar straks ook opnoemde. Echt alles wordt getest en moet goedgekeurd zijn. Elk boutje, elk moertje moet gewoon goed zijn. En ze zijn geslaagd. Rechtsboven zie je het foto van Anatoly Yunitskiy en hij houdt daar een document omhoog dat er wordt voldaan aan de wereldwijde eisen voor betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. En het zal het besluitvormingsproces voor toekomstige klanten over de hele wereld vereenvoudigen. Hoe geweldig is dat? Maar inmiddels zijn ze ook in gesprek met autoriteiten verder in de Verenigde Arabische Emiraten, net als Abu Dhabi, Dubai en natuurlijk Sharia, maar ook al met de buurlanden, zoals Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. En inmiddels, sinds kort weten we ook dat het emiraat Ras Al Khaimah, dat die ook een aantal transporttrajecten wil hebben in dat land, om ook daar verschillende sporen van A naar B te bouwen. Er zijn er echt best veel die zij ook willen doen, naast wat er in Dubai gedaan wordt en ook in Sharia. Wat zijn de voordelen hiervan? Natuurlijk dat de levensduur van de snelweg is tot 100 jaar, maar het rollend materiaal is tot 25 jaar en de levensduur van de asfaltverhouding is maar 10 jaar. Maar alles wordt gegarandeerd tot 50 jaar. Ik zeg hier wel 25 jaar, maar dat is zeker. Maar als je dat even kijkt met de levensduur van asfaltverhouding, het is een groot verschil. Als je dan kijkt naar de bedrijfskosten, die bedragen minder dan de helft van het conventionele spoorvervoer. Maar ook belangrijke logistieke problemen worden opgelost. Want dat gebeurt in bepaalde landen, die foto wat je ziet hieronder, dat mensen gewoon in de wagons geduwd worden. En dat is niet meer nodig. Want elke zoveel seconden staat er gewoon straks een nieuw voertuig waar mensen in kunnen stappen. En als je kijkt rechtsonder het plaatje, tussen snelwegen kunnen de pilaren gebouwd worden. Men hoeft geen extra grond aan te schaffen. Heel dikwijls is de groenstrook tussen twee banen is gewoon al genoeg om hier het vervoer
ook op een tweede niveau te laten bouwen. Dat is heel belangrijk. Hebben ze heel weinig grond nodig en ook geen dure terminals. Als je dan kijkt waar ze zich nog meer door onderscheiden. De hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu, de hoge mate van veiligheid in het personen- en in het vrachtvervoer. Het is bestand tegen mist, stof- en zandstormen, zware regen- en sneeuwval, tsunamis en ijstijd, orkaanwinden tot 300 km per uur, sneeuwdriften tot 5 meter hoog, overstromingen en hoogwater tot 10 meter diepte, aardbevingen met magnitude tot 9 punten. Het is betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen, van plus 60 graden tot min 60 graden. Het is bestand tegen vandalisme, tsunamis, rivieroverstromingen, aardbevingen en terreurdaden. Wat moet ik nog meer noemen? Het is overal tegen bestand. Het is geweldig. En wat de milieuvriendelijkheid betreft, ook nog eens, deze verhoogde route is goed voor de biodiversiteit in de natuurgebieden, maar daar kan iedereen zich wel iets bij voorstellen. En deze baan vernietigt geen vruchtbare grond en ook niet de vegetatie die erop groeit. Want wij zien hier wel die grote dieren, maar wat denk je van alle kleine dieren, maar ook alle plantjes? Er wordt veel kapot gereden op zijn zandweg. En door het vervoer naar het tweede niveau te brengen, kan dat allemaal zich verder ontwikkelen. Het is gewoon heel mooi. En trekroutes van dieren worden natuurlijk en alle andere kleine dieren worden niet geblokkeerd. Als je dan kijkt ook nog naar de kosten. Dan zie je in Europa de gemiddelde kosten voor de aanleg van hoge snelheidswegen zijn $30 miljoen per kilometer. Maar dan komt er ook nog een jaarlijks onderhoud bij van $100.000 per kilometer. Moet je je voorstellen, je bent de aanleggers al heel duur, maar elk jaar, met elke kilometer die je hebt aangelegd, betaal je weer $100.000. Dat is heel veel kosten voor onderhoud. Dan kunnen armere landen, daar is het gewoon heel erg veel voor. Als je dan kijkt naar de constructie van de Hyperloop, die wordt nu geschat voor $50 miljoen per kilometer. Maar het is nog in de conceptfase. Er is nog niemand die een traject gebouwd heeft en heeft kunnen zeggen van we zijn alle problemen tegengekomen en we zijn daardoor niet over die $50 miljoen gekomen. We weten allemaal als ze iets gaan bouwen dat de kosten steeds duurder en duurder en duurder worden en er moet maar geld bij. Nou, dat weten we inmiddels bij het systeem van Anatoly Yunitskiy. Die heeft alles al uitgerekend. Dus wij weten precies de prijzen wat het kost. Als je dan kijkt naar een kilometer metro, die kan oplopen tot zelfs $150 miljoen per kilometer. Nou, dan is het stringtransport van Anatoly Yunitskiy met een kostprijs van gemiddeld 5 tot 15 miljoen per kilometer. Ligt eraan dat het makkelijke ondergrond is of hele moeilijke ondergrond. Dan is dat vele malen goedkoper als alles wat ik hierboven verteld heb. Het gaat dus de industrie fundamenteel veranderen. Ga daar maar vanuit. Er is ook samenwerking met verschillende partners. En ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar eentje haal ik er altijd tussenuit. Want dat is de firma Bekaert. En dat is een bedrijf wat in ons buurland België gevestigd is. En als ik in België ben en ik vertel het verhaal van Bekaert, dat die een samenwerking hebben om de staalkabels die in die polymeeroplossingen liggen, om die allemaal te leveren, dan zeggen alle mensen van, oh, maar als Bekaert met hun samenwerkt, dat is een goed bedrijf, dan zal het wel goed zijn. Dus dat wil ook heel veel zeggen, ze werken alleen maar samen met partners die heel erg goed zijn en goed aangeschreven staan en een goede naam hebben. Nou, dat is met dit bedrijf ook. Hier zie je de bekabelingen liggen in het zand, dat is in warm klimaat, dat ligt het in Sharia. Maar je ziet straks ook op steentjes en dat is voor koud klimaat. Dat is deze. Dan zie je hier in Belarus liggen ze, dan zie je bekabeling liggen. En op elke rol, daar staat de aanleverdag, het plaats. En dan zie je Yunitskiy stringtechnologie van de firma Bekaert. Nou, duidelijker kan het niet zijn. Hier nog een keer een foto van de aanleg van die 2,5 kilometer baan. Maar het belangrijke is bij die pijl links. Want wat ligt daar? De bekabeling. Je ziet die bekabeling, die rollen liggen daar en die worden gebruikt om hier die string aan te leggen. Nou, is toch mooi om dit zo te zien. En dan voor ons buurland België. Hier, ik denk dat hier ook wel veel mensen uit België in zitten. Daar mag je best trots op zijn. Als je dan kijkt, er is een samenwerkings- en investeringsovereenkomst met Skyward Investments en Global Transport Investments. En Skyward Investments treedt op, die is eigenaar van Skyward Community. En
Global Transport Investments, die treedt op namens de Junitsky Groep. En wat is daarvoor? Ze hebben een roadmap gemaakt. En de roadmap is om de laatste fase van het project te begeleiden, dat ze ongeveer een stappenplan hebben wat er nog moet gebeuren voordat het fase 15 helemaal afgesloten kan worden. Het bevat echt de precieze stappen om ook dit project naar de wereldmarkt te brengen. En wat staat er in een roadmap? Dan staat er in de huidige situatie die vastgesteld is. Waar staan we nu? En dan de ontwikkeling inventariseren. Wat komt er op ons af? En voor de toekomst, waar willen we heen? En haalbare opties, hoe kunnen we daar komen? Deze genoemde stages, zoals wij die nu kennen, want tot fase 15, dat is een document dat helemaal aan het begin van het werk is geschreven in 2014 toen ze starten, om een beeld te geven van de toekomstige verwachtingen. Toen wist men nog helemaal niet wat er in de toekomst zou gebeuren, maar gewoon in vergelijking met andere landen. Dat was dus een geschetsplan op basis van analytische studies, economische modellen en studies van internationale ervaringen bij de uitvoering van gelijkaardige projecten. Door de implementatie, deze implementatie hield geen rekening met calamiteiten, zoals we inmiddels weten, de overmacht van omstandigheden van onze wereldwijde systeemcrisis en de ziekte die er is geweest. Want een van de belangrijkste was de overmachtgebeurtenis van het project wat negatief beïnvloed werd door de COVID-19-pandemie. En dat is gewoon heel vervelend geweest. Deze wereldwijde economische recessie die er daarna op volgde, die zorgde ervoor dat de politieke crisis die verband hield met de gespannen... Dat evenals de politieke crisis die verband houdt met de gespannen geopolitieke situatie in Oekraïne er nog eens bovenop kwam. En dat al die dingen gezorgd hebben dat het traject vertraagd is. Maar wat is het mooie? Het heeft toch de gebeurtenissen zo min mogelijk beïnvloed, want het is wel vertraagd, maar het heeft door kunnen gaan. En als je kijkt naar veel landen, vooral door de COVID-19-pandemie, hun werkzaamheden niet meer hebben kunnen verder werken, omdat het niet meer ging, en dat Anatoly Junitsky met Junitsky Stringtechnologie heeft kunnen doorwerken. Dat is gewoon geweldig. En vanaf 10 mei bevinden wij ons officieel in fase 15.1. En fase 15 die wordt gemarkeerd door de voltooiing van de bouw, het testen en de certificering van het testcomplex van hoge snelheidssystemen en de oprichting van verkoopkantoren. En buiten onze macht lag de uitvoering door onvoldoende financiering en moeilijkheden bij het verkrijgen van goedkeuringen in de Republiek Wit-Rusland om een viaduct met een vereiste lengte van 20 kilometer kunnen bouwen voor de proeftesten en de certificering. Heel jammer, kon niet doorgaan, maar ze laten hun hoofd niet hangen. Men gaat door en het komt er. En het moment van overgang naar de laatste fase om dit op de wereldmarkt te brengen, dat is getimed op het grondgebied van de Republiek Wit-Rusland en ook de lancering van de Unimobiel met 25 zitplaatsen en een semi-flexibel zwaar viaduct met een lengte van 2,5 kilometer in het U-Sky Test- en Demonstratiecentrum in Sharjah. Samen, beide moeten klaar zijn en dan is fase 15 voltooid. En de belangrijkste plannen voor de laatste fase zijn de toename van het aantal voorontwerpcontracten voor stedelijke en voorstedelijke vracht- en passagiersvervoerssystemen. Een totale lengte van minstens 100 kilometer voor 2023 moet er besproken kunnen worden. Landen moeten gezegd hebben van dit willen we gaan doen. En het ingenieursbureau Junitsky Stringtechnologie wordt dan zelfvoorzienend. Want met het geld dat verdiend is met zijn werk aan de commerciële Junitsky String transportcomplex projecten kan hij verder gaan. En dan zie je in 2024, dan is er de exit van het moederbedrijf voor de ingenieering van Junitsky String Technology Inc. om winst te maken. Een aantal nieuwe contracten die gegund zijn in 1 jaar, in deze en volgende periodes van tenminste 5 van de totale lengte van Junitsky String Technology sporen moet tenminste 200 kilometer zijn. Dus een jaar later 100 kilometer erbij, tegenover 2023. Ook de lancering van een demonstratie- en testcomplex met een 2,5 kilometer lang viaduct voor zwaar gebruik in een test- en demonstratiecentrum van U-Sky in Sharjah moet dan klaar zijn. En de lancering van 2 Junitsky String demonstratie- en testcomplexen met semi-flexibele en stijve viaducten in het Ecotechnopark in Marina Gorka, Wit-Rusland. Dus er moet nog veel gebeuren in dit jaar of volgend jaar, maar dan is het klaar.
Als dat klaar is en ze hebben dat dit jaar af kunnen werken en volgend jaar, dan is hij zelfvoorzienend. En wat gebeurt er dan in 2025? Geweldig voor ons, als dit echt allemaal op tijd doorgaat, want dan start de uitbetaling van dividendbetalingen aan onze investeerders in de stringtechnologie. De dividenden, het geld, die worden in dit geval betaald door de distributeur van Juninski String Transport en Infrastructuurcomplexen en de Juninski String Technologie licenties in plaats van door het ingenieursbureau Juninski String Technologie. Ik hoop dat jullie een beetje begrijpen, het is een mond vol wat ik moet zeggen. Maar dat wil dus zeggen, als alles in de wereld blijft draaien zoals het nu is, er geen extra gekke tegenslagen komen, dan is dit hun pad dat ze denken te kunnen volbrengen tot eind 2024. Nou, dat zou heel mooi zijn, alleen er moet nog veel komen. Men moet nog geld krijgen van mensen die het willen geven om het laatste traject in Sharia te bouwen. Maar wij denken wel dat het goed komt en wij helpen hier natuurlijk graag aan mee. Als je dan kijkt, elk jaar wordt het YouSky project gaat die door een snelle ontwikkeling. In 2015 zijn ze gestart met het krijgen van grond en de eerste bouwfase. Toen is in 2016 het eerste testlijntje klaar. En in 2017 waren er 2 modellen meer. Dus 3 modellen hadden ze binnen 2 jaar gebouwd en klaar om te testen. Toen is 2018 kwamen de Arabieren in beeld. En nadat ze de grond gekregen hebben, is er in 2019 het traject gebouwd. En in 2020 kwam de Jufles erbij en in 2021 de Unicont. Wat allemaal niet de bedoeling was in 2014. Hadden ze het alleen maar over een vervoer van een model voor passagiersvervoer. Dit is allemaal extra erbij gekomen in de tijd daarna. En dat hebben ook nieuwsbedrijven gezien, nieuwszenders. En die zijn op een gegeven moment gaan kijken en die hebben het groot naar buiten gebracht. Ook Fox News, CNN, het werd op een gegeven moment, een bepaalde dag, waren alle nieuwszenders, was het hot nieuws. En toen is ook het weekblad Construction, die heeft er ook veel informatie aangeweid. Die heeft er veel pagina's en volgeschreven. Kijk eens hier, normaal, ze staan op de voorpagina en de binnenpagina krijg je ooit een kwart van een blad of zo. Hier hebben ze verschillende pagina's volgeschreven. Hoe geweldig is dat? Maar er zijn veel gesprekken op dit moment. En testritten worden gedaan met delegaties uit verschillende landen. En afgevaardigden uit de volgende landen hebben al proefritten gemaakt in dit voertuig. Ze waren allemaal heel enthousiast. Het waren afgevaardigden uit Rwanda, Brazilië, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, de Dominicaanse Republiek, de Republiek Haiti, de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië en het Koninkrijk Lesotho. En dat weet ik. Toen wij er waren, kwam ook de koning en koningin van Lesotho om daar een ritje te maken. En wij hebben ze gezien. Heel geweldig om dat mee te maken. Maar delegaties uit de volgende land die zijn inmiddels in gesprek met Juninski String Technologie. En dat zijn India, Indonesië, Egypte, Saoedi-Arabië, Kuwait, Vietnam, Brazilië, Frankrijk, Rwanda, Zweden, Mexico, Ecuador en natuurlijk ook de Verenigde Arabische Emiraten. Dus je ziet ook Europese landen zijn hiermee in gesprek. Die hebben er interesse in. Als je dan kijkt, goederenvervoer, het containervervoer, met een volgeladen container van 40 tot 60 voet en is een enorm voertuig en dat beweegt zich autonoom voort. En dat kan zelfs een snelheid halen van 120 km per uur. Nou, er zijn ook hiervoor, met die landen die ik net noemde, ook samenwerkingsverbanden besproken. Dit zijn een aantal landen waar die zijn geweest, waar je kunt zien dat er foto's zijn gemaakt, dat je ook ziet, het is echt waar. Het zijn mensen uit die landen. Ik ga er even snel doorheen. En dat is Zuid-Soedan. Een delegatie uit Zwitserland. Een delegatie uit Italië. India hier. Is even weg geweest, maar die is weer terug. Want ze willen heel graag samenwerken met een betrouwbare partner. Want zij hebben ook daar warm klimaat. En die willen daar graag ook dit vervoermiddel hebben, dat de mensen niet meer in de wagons geduwd hoeven te worden. En hier Anna Sek van de prinses van de Filipijnen is ook geweest. En mensen uit de Republiek Paraguay, Brazilië. Dat zijn zelfs overheidsfunctionarissen, maar ook burgemeesters en ondernemers uit Brazilië. Die krijgen rondleiding. En denk eens een beetje na. Als er overheidsfunctionarissen komen, is er interesse. Maar waarom moeten er burgemeesters en ondernemers komen? Ik denk dat die heel erg benieuwd zijn hoe er gebouwd moet worden.
mocht het in een land komen dat zweethoren gebouwd moet worden. Geweldig, toch? Korea, ook al geweest. Kijk eens, die zijn aan het kijken en aan het aanwijzen, linkerplaatje groot, waar ze het graag het project willen hebben. En rechts zie je dat ze in het houten ecohuis zijn, wijzen daar naar boven dat ook die spoorstructuur, de doorhangende flexibele spoorstructuur, die natuurlijk het goedkoopste is om te bouwen, daar wordt echt wel naar gekeken. Mensen uit Kazachstan, hier loopt Anatoly Janinsky mee rond. Als die erbij is om mee rond te lopen, is het een hele belangrijke bijeenkomst. En hier, Sheikh van Ras al-Khamai. Dat is van de Verenigde Arabische Emiraten, het puntje daarbovenin, wat ik daar straks liet zien. Dit is een delegatie ervan, die zijn komen kijken. En hier zie je, dit is een dame, Sarapat Masitova. Zij is algemene directeur van twee bouwbedrijven. Nou, als zo iemand ontvangen wordt door Anatoly Janinsky en uitleg krijgt, nou, ga maar na, bedenk maar waarom dat is. En hier de koning van Lesotho, de foto, ik ken ze, wij hebben ze gezien. Lesotho, is een klein landje in Zuid-Afrika. En die grenst nergens aan de zee. En die willen graag vanuit hun land naar de zee een traject hebben, zodat de mensen uit hun land hun producten sneller naar de haven kunnen brengen, zodat ze de landbouwsector, de problemen van de landbouwsector kunnen oplossen. En ze willen zelfs daar ook internationale investeringen mee kunnen aantrekken. En de koning heeft daar goedkeuring voor gegeven, heb ik begrepen. Dus hoe mooi is dat? Hier zie je een delegatie van de Italiaanse Tsjechische Kamer van Koophandel. Samenwerken met twee groepen waren daar van twee landen. En ook Pakistan, vertegenwoordigers zelfs van een bank. Heel apart. Rwanda, ook mensen uit Rwanda, die gaat heel groot worden. Rwanda wil van deze twee modellen een combinatie hebben. En dat is het model wat het laatste gemaakt is met wat je op de foto zag met in de fabriek, die ingepakt waren om weg te gaan. Hier deze. Staat hier nog zo, maar die is ingepakt en weggegaan naar het warme klimaat om daar getest te worden. En Rwanda heeft hier interesse in. De gesprekken zijn best ver. Als je dan kijkt, het internationale ingenieursbureau, Janinsky String Technologies, is begonnen met de uitbreiding naar de Zuidoost-Aziatische markt. Nou, lijkt me wel duidelijk naar wat ik net verteld heb. En dan is er eigenlijk de ondertekening van een overeenkomst met intelligent transportsysteem in Indonesië. Zeiden ze, zal de implementatie van de nieuwe generatie viaduct transportprojecten in de regio mogelijk maken. Dit is Nadezhda Kosareva en zij is van mening dat het betreden van de Zuidoost-Aziatische markt het resultaat is van de vraag naar gedurfde technologische oplossingen en het vermogen om dergelijke eisen te voorspellen. En ook het microklimaatsysteem in de wagon, die wordt goed ontwikkeld. Daar hebben ze ook zelf ontwikkeld, een eigen ontwikkelingsconstructie. En zij kunnen met een extreme buitentemperatuur van min 55 of plus 55, kunnen zij in de wagon de temperatuur houden op ongeveer 18 tot 23 graden. Het is echt een heel uniek ontwikkeld luchtuitwisselingssysteem. Welke projecten zijn er nu officieel bekendgemaakt? Wat we nu weten, dat is in de Verenigde Arabische Emiraten, want ze is bekendgemaakt op de Indotrans in Berlijn. En daar de route van 15 kilometer met 21 stations werd daar bekendgemaakt door de RTA. Want wij mogen het pas naar buiten brengen als een land het zelf naar buiten heeft gebracht. Dus zolang als er een land, ook al weten ze dat daar trajecten berekend worden of gebouwd worden, mogen wij niet als eerste naar buiten brengen. Als een land het zelf naar buiten heeft gebracht van wij gaan het project bouwen, dan pas mogen wij het vertellen. Dus jullie horen alleen maar van ons de projecten die echt officieel naar buiten gebracht zijn. En niet zoals laatst dat gek plaatje wat rondgestuurd is van een bepaald land waar een traject kwam wat helemaal niet waar is. Hier zie je stations die gebouwd worden. Dat zijn de stations, bovenop het station zie je zelfs een landingsplaats voor helikopters. En de bovenste twee plaatjes zie je hoe klein een station kan zijn. Mensen lopen naar binnen toe, stappen in en zijn weg. Er hoeven geen grote stations voor te zijn. Indonesië, Jakarta, die wil de hoofdstad verplaatsen naar een andere plaats, want er is veel wateroverlast. Het eiland zakt de grond in. En dat kan niet. En hier zie je foto's dat Indonesië de
handtekening heeft gezet en daarmee kunnen ze reistijd tot 3 minuten terugbrengen. Wat je normaal met de auto in 25 minuten doet en met de bus 50 minuten, kun je in 3 minuten doen. De stad staat regelmatig onder water en doordat ze op het tweede niveau kunnen reizen, de mensen, hoeven ze niet door het water heen te lopen of kunnen ze soms helemaal niet reizen. Hier kunnen ze mee reizen en kunnen ze van A naar B een 8 kilometer lang traject. De Indonesië gaat een andere hoofdstad bouwen. De hoofdstad die wordt verplaatst naar Nusantara. Dat gaat naar een ander eiland toe. En dan zie je ook weer deze wagons die worden daar gebruikt. Ook El Salvador is bekendgemaakt dat die gaan bouwen. En El Salvador die heeft een stad, een hoofdstad. En in die hoofdstad gaan ze het eerste traject bouwen. Maar zij zijn van plan om veel meer te doen dan alleen een traject bouwen. Er worden hoogbouwtrajecten gebouwd om op mensen te kunnen laten wonen en winkelen en alles meer. Zodat de terugverdientijd voor hun complex veel korter zal worden. Dan heb je Leningrad. Ik weet dat Vladi een maand terug de handtekening heeft gekregen van hun om daar bij het linkerplaatje, al die rondjes die er zijn, er worden allemaal van daaruit trajecten gebouwd die ook weer gekoppeld worden aan de hoofdstad en de rondweg en alles. Dit is een gigagroot project wat heel groot gaat worden. En het maakt niet uit in welk land dat het gebouwd wordt. Voor ons is het gewoon belangrijk dat er kilometers gebouwd worden. Dan zie je de bouw van het viaduct van de Julaatjes afgerond. Deze foto die heb ik straks, heb ik daar meer informatie over. Maar dit werd hier nog getest. En ze wilden de lancering van gerichte projecten hiermee gaan bouwen. En straks ga ik daar iets meer over vertellen. Hier zie je de Verenigde Arabische Emiraten, belangrijke mensen die hier ook goedkeuring gegeven hebben aan een project. Dit zijn de projecten in de Verenigde Arabische Emiraten die gebouwd gaan worden. Je ziet verschillende trajecten. De stippenlijntjes, dat wordt later nog gedaan, maar de rode en de groene en gele lijnen en de oranje, dat zijn trajecten die ze bespreken op dit moment. En dan heb je hier nog een keer het Emiraat Ras Al Khaimah. En die willen ook trajecten hebben bij hun daar in het bovenste puntje. Dus zo zie je dat ze over heel de Verenigde Arabische Emiraten wordt erin gebouwd in elke emiraat. En Ras Al Khaimah, die wil in eerste instantie 11 stations op een kilometer lange baan bouwen. En dat zal het traject zijn waar wij ook wel nog iets meer van gaan horen. Maar je ziet ook weer onderin de foto en ook bovenin, het zijn de laatste nieuwe ontwikkelde wagons die hier ook gebruikt gaan worden. Onze algemene directeur Nadezhda Kosareva die zegt het volgende. Want ze besprak met de partners uit Kirzinge en Vietnam van alles over de 15e fase en ook resultaten daarvan en ook voor het Ecofest. En zij zei de meest relevante ontwerpen waren de deadlines voor de voltooiing van de 15e fase. Ook de kansen voor iedereen. De interne gemeenschap-evenementen zoals het Ecofest en de vooruitzichten voor het bedrijf voor de komende 15 jaar. En door gebeurtenissen in de wereld die buiten onze macht liggen, is het proces enigszins vertraagd. Maar alle projectdocumentatie is compleet, wat betekent dat we nog maar één stap verwijderd zijn van de overgang van theorie naar praktijk. Ons transportcomplex is uniek. Klanten hebben goed begrip voor wat het is. En het zal daardoor ook elk contract zal in de eerste plaats zeker zijn over informeren, maar ook het rechtvaardigen van alles. En natuurlijk is een goed ontwerp en het werk van de ingenieurs heel erg belangrijk. En Nadezhda vertelde tot in detail dat de wooncomplexen en alle overblijfselen van de zonne- en bio-energiecomponenten, dat die al worden ontworpen en in gebruik worden genomen in het lineaire cityconcept. Yunitske Stringtechnologie, zij vertelde dat ze meer dan één crisis overleefd hebben. Ze zijn daardoor ook gehard in de ervaringen. Dit is een infrastructuurcomplex dat door mensen wordt ondersteund. Er werden in 2022 twee grote contracten getekend en één groot contract in 2023. In 2022 is de terugverdientijd is er al een kleine winst vastgelegd. Dat is heel mooi. Er zijn ook nieuws bekendgemaakt voor de verdere voltooiing van fase 1, certificeringwerkzaamheden. En de TIV heeft een certificering gegeven voor de conformiteit. Heeft die afgegeven volgens de internationale normen van de ABS en de BSEN. Ze hebben een reeks werkzaamheden uitgevoerd voor certificering van staalconstructies en van tussenliggende ondersteuningen. Dit is een grote eerste stap naar certificering van het volledige
stringtransportproject. Na voltooi van de werkzaamheden zal het verkrijgen van een certificaat voor de veiligheidsconfirmatie mogelijk zijn. Deskundigen beoordelen het transport ook en zij zeggen dus het overtreft andere transportsystemen. Het kan in noordelijke zeer koude regio's toegankelijk gemaakt worden. Problemen voor duurzame ontwikkeling in arctische werelddelen kunnen worden opgelost en het vergroot de mobiliteit van het goederenvervoer en de levensstandaard van de bevolking. Ik moet even niezen. Oh nee, gaat toch niet. De mening van experts. Junitsky String Transport en Infrastructuur Solutions is in staat om verbeteringen te ontwikkelen van de stadsplanning en de verbetering van de organisatie van de productie en logistieke ketens, de ontwikkeling van afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden, daardoor comfortabel wonen en werken langs deze communicatielijnen en het zal de mobiliteit van de bevolking verder vergroten. En de regering van de Verenigde Arabische Emiraten, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, die heeft... Ja, hij is vicepresident en heerser van de Verenigde Arabische Emiraten. Die heeft crowdfunding goedgekeurd. Heel belangrijk dat het goedgekeurd is. Deze sneltransportmotor stoot, zoals we nu ook weten, geen schadelijke stoffen uit, zei hij. En voor de aanleg van een kilometer is maar een snarroute nodig van ongeveer 100 vierkante meter. Oppervlakte van een bospad. Aanleg van snarbanen zal het natuurlijke landschap niet veranderen. Bossen die de zuurstof produceren blijven behouden. Dankzij de aanleg van deze sporen blijft het natuurlijke relief, het landschap en de biodiversiteit van de gebieden behouden. Bossen hoeven niet omgekapt te worden. Dit zijn alle projecten waar men op dit moment mee bezig is, waar ik niet allemaal uitgebreid op inga, maar ik heb wel één nieuwtje. Dit is de eerste commerciële route. Vandaag is er bekendgemaakt geworden dat die in gebruik genomen gaat worden. Hoe mooi is dit? 1120 meter... En dit is het model wat de andere, waar ik daarnet over zei, een afgeleide van gemaakt zijn. Ze hebben inmiddels een gebied in totaal, niet meer van 38 hectare, maar van 168 hectare. En dat heeft, deze lijn die heeft een lengte van 1120 meter. Daar staan twee stations op, begin en het eind. Het is een flexibele spoorstructuur. Het heeft vier tussensteunen, waarvan er één roterend is. En er is een geautomatiseerd besturingssysteem. Het kan zich op een hoogte van 10 meter met een snelheid van 80 km per uur voortbewegen. Deze U-pod is ontworpen om 6 personen te vervoeren. Of 850 km vracht, het kan allebei. Het is mogelijk om 10.000 passagiers of 1.000 ton vracht per dag te bereiken. En voor een viaduct met stringrails zijn minimale uitvoeringskosten nodig. Heel belangrijk. Net als andere Junitsky String technologie oplossingen overtreft ook dit ontwerp door zijn technische en economische indicatoren in het viaductontwerp van kabelbanen, evenals ook bovengrondse spoorwegen en andere relevante transportalternatieven. Nadezhda Kosareva, de algemeen directeur van Junitsky String Technologies, zei het volgende. Deze lancering is een bepalend speciale gebeurtenis in de geschiedenis van Junitsky String Transport. Voor het eerst werd het complex niet alleen geïmplementeerd voor test- en demonstratiedoeleinden, maar ook voor gebruik in de commerciële sfeer. Dit project stelde ons in staat om ervaring op te doen met het doorlopen van de volledige cyclus van het Junitsky Stringtechniek complex dat wordt geïmplementeerd voor commercieel gebruik, van ontwerp tot inbedrijfstelling. In regio's met moeilijk terrein is dit beste te implementeren. Al de verschillende regio's, dan kan men dit gebruiken. En wat is het nog meer? Het is voor waterkeringen, bergkloven en andere natuurlijke obstakels kan het allemaal overbruggen. Geen probleem. Zelfs met een overspanning tot 1 kilometer of meer. Er zijn ook gebieden met strenge milieueisen. Of in gesloten gebieden van vakantieoorden. Of in historische locaties, gezondheidscomplexen. Of plaatsen waar de beweging van grondtransport beperkt is. En voor het afleveren van passagiers aan treinstations, havens en luchthavens op de laatste kilometer. De laatste mijl staat hier. In de laatste kilometer kan men dit maken. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden om dit op een klein stukje al te laten bouwen. En het is niet duur. Ook gewoon bedrijfsterreinen, zit ik ook aan te denken nu. Kan ook nog. Dan hebben we het hier over de Juterra. Dat is de grondverbeteraar. Juterra producten voor de Verenigde Arabische Emiraten voor de markt.
Zij zeggen, in de meststoffen is een effectief productiepromotie essentieel voor zakelijk succes. De Verenigde Arabische Emiraten heeft een snel groeiende landbouwsector met een groeiende vraag naar meststoffen van hoge kwaliteit om de groeiende opbrengsten van de gewassen te ondersteunen. Ze zoeken op maatgemaakte oplossingen die voldoen aan hun unieke vereisten. Bij Discovery, DMCC Office, wordt het belang begrepen, het is een officieel kantoor in de Verenigde Arabische Emiraten, en werken ze daarop na. Het is belangrijk duidelijke communicatie en hun behoeften en verwachtingen te begrijpen. Dat is vooral belangrijk in de Emiraten, maar ook in alle andere landen. Want dit is zoiets nieuws, dat is gewoon heel moeilijk en er moet even duidelijke communicatie over komen. Maar jullie gaan het ook van ons ook nog horen. Er zijn 15 fases berekend, zoals jullie weten. We zitten nu in 15.1 en wij ondersteunen een bedrijf wat iets gaat bouwen en aan het bouwen is, wat nog bijna niemand kent. En wil je er meer over weten over deze ondersteuning? Mensen die dit voor de eerste keer horen, die weten helemaal niet wat het is. Vraag het extra nog aan de persoon die jou hier naartoe gewezen heeft, want wij kunnen dat allemaal heel duidelijk uitleggen wat er precies nog moet gebeuren. Hier zie je de algemene uitleg van de techniek, hoe geweldig de techniek is. En verder gaan we het gewoon verder persoonlijk nog aan mensen uitleggen om meer te weten. Ligt eraan wat men wil weten en waar men iets van wil weten. Hier zie je nog de officiële sites van Anatol Yunitskiy. Daar kun je ook gaan kijken. Daar lees je alle andere technische dingen over. Maak hier een foto van. En dan zie je hoe uniek het is. Want ik heb hier eigenlijk eens als een helikopterview overheen moeten gaan. Er is zoveel meer. Ik kan uren vertellen. Wil je meer weten, mag je mij ook bellen. Of mijn collega Earl. Hier staan de telefoonnummers. Wij hebben u genoeg meer te vertellen. Ik begrijp dat u er meer wilt weten als u dit traject nog wilt ondersteunen. Het kan ook nog. Daar gaan we u dan allemaal ook uitleg over geven. Maar het gaat vooral belangrijk. Hoe is de techniek? Hoe werkt dit? Hoe gaat dit straks het vervoer over heel de wereld veranderen? Daar gaat het vooral om. Het is gewoon uniek. En ja, ik zou zeggen, luister dit nou een keer af. Ga naar de site kijken en zie hoe geweldig dit gaat worden. En dan wil ik u nu bedanken voor deze snelle uitleg. Ik hoop dat u een beetje heeft kunnen volgen. Ik krijg soms de klacht dat ik te snel vertel. Ik heb het geprobeerd om het rustig te doen, maar ik ben zo enthousiast dat ik misschien af en toe te snel ben geweest. Is dat? Dan kunt u mij over een paar dagen vragen om de opname, want deze wordt opgenomen. Als die goedgekeurd wordt, dan kan ik jullie deze opname sturen. Als ik het gewoon mijn verhaal netjes verteld heb, dan krijg ik over een paar dagen de opname. En dan kunt u hem altijd aan mij of aan Earl of aan degene die u hier naartoe gestuurd heeft vragen. Wij weten het allemaal hoe het werkt en hoe we het moeten doen. Dus wij kunnen u allemaal uitleg geven om dit gewoon aan u nog verder bekend te maken hoe geweldig het is. Dan zou ik zeggen, dankjewel namens alle medewerkers die hier aan dit bedrijf werken en wij die het allemaal graag naar de wereld bekend willen maken. Ik zou zeggen, dankjewel, nog een fijne avond en tot de volgende keer. Dag!